wel, schatje. Kom hier, gaan we daar naar opa. Kom maar. Daarheen lopen. Bam. Kan niet, hè? Deze man zit vast naast iemand die overleden is. Het lukt het reddingsteam pas na uren om de man te bevrijden. Gisteren volgens het team te vervolgen. Met vroeg in de middag een hele zware van 6,7 op de schaal van Richter. Die veroorzaakt opnieuw paniek. De aardbeving heeft dan zeker 17 bergbeklimmers het leven gekost. Of er onder de bergbeklimmers op maat opgepakt door de politie. 6 agenten zijn geschorst. Het is het nieuwste geval in een reeks van politiegeweld tegen zwarte mannen in Amerika. Dankjewel. Dan de vandaag gespeelde wedstrijden in de Eredivisie. FC Dordrecht tegen tegen Ajax werd 1-1. FC Groningen tegen Feyenoord werd ook 1-1. En FC Twente tegen AZ. Helemaal aan opa. Oh, heel voorzichtig is op verschillende plaatsen in ons land de Koningsnacht begonnen. En waar vroeger iedereen de beroemde Koninginnennacht in Den Haag op de Vrijmarkt in Utrecht bij veel mensen nu gewoon is om 7:30. Heel graag tot dan. Goedenavond. RTL Weer wordt mede mogelijk gemaakt door Rompels Vakanties. Samen genieten. Goedenavond. De meest gestelde vraag vandaag. Houden we het morgen droog?